Hey mensen, welkom terug. Vandaag gaan we een keer iets anders doen. We gaan vandaag multiplayer doen. Ik heb veel zin in. Ik hoop dat jullie ook veel zin hebben. Alleen ja, het enige nadeel is, een online match vinden is nogal moeilijk. Dus het kan misschien even duren voordat we een match hebben, maar hopelijk hebben we er dadelijk wel eentje. Zo, dat zijn veel levels. Maar dat is de vraag, welke kan ik doen die normaal is? En niet waar ik de hele tijd uit word gekikt omdat ik weer op te killen. We zijn allemaal bezig. Nou, dan moeten we toch een ander gaan zoeken, zoals ik het gisteren deed. En ik deed het gisteren via Player Hosted. Ah. Eens kijken. Oké, we kunnen er niet in. Dat is handig. Dat wordt moeilijk. Dan gaan we hier wel kijken. Of eentje doet die waar mensen in zitten, maar die niet bezig is. Dat is wel één groot nadeel van dit spel. De multiplayer, er zitten altijd heel weinig mensen in of hij is bezig. En dat is ook niet echt iets wat, ja. Oh, hier kan ik wel in. Geen padetta zijn. Dan neem ik wel een predator. Nou, het inhalen is dit wel, is dat dit 1 tegen 1 is. Of we worden opgesplitst in een team, maar dat weet ik ook niet, want het is de eerste keer dat ik een deathmatch speel. En ik heb gehoord gekregen dat de server van ons op Minecraft is gegriefd. Dus het gaat lekker worden. Oh, we zijn al begonnen. Is er een team? Niks. Oh. Oh nee. Dit gaat mis. Oh, hij is onzichtbaar. Ik hoor alleen maar cirkels af. Wat is dit? En ik ben dood. Ik heb één keer. Ik zag hem ook op cirkel worden. Zo, alleen maar zagen vliegen rond. Wat de... Zo de... Sterren! God. Dit was moeilijk. Ach ja. Ze zitten spel in elkaar. Dat was een mine. Maar ik ben de enige alien hier, dus dat is ongemakkelijk. Nou, voor de mensen die, je weet wel, ook een spel hebben en een keer met mij of tegen mij willen spelen, add me op Steam. Veel mensen hebben het al gedaan. Het enige nadeel is, ik weet bij god niet hoe je mij moet zoeken of zoiets, maar ik denk dat het Wesley.arts is of iets. Ik heet op Steam Xenomorph, ja, omdat ik heel veel dit spel speel. Het spel kost in totaal 20 euro, dus als je het ooit wil kopen, 20 euro. En als je met de packs die ik heb,
Dan is het dat nog. God! Waar gaan die gasten toch heen? Was ik maar een predator? Dat ziet er weer. Oh. Gooit in, dat merkt hij. Hé. Waar zit die? Oh, hier. Auw. Dit is lastig. Nog 3 minuten. En als jullie nou bijvoorbeeld willen dat ik meer online matches ga spelen waarbij ik of in de pan gehakt word of ik mensen heel snel afmaak, moet je het gewoon in de comments doen en gewoon abonneren. Dan weet je ook wanneer er een nieuw filmpje is. Ik heb gehoord dat we ook Portal 2 erop gaan krijgen, dus dat wordt ook heel leuk. Je wordt gespeeld door Sam. Sam is de officiële eigenaar van de Game for You. Ik weet dat er ook een andere Game for You is, maar wij hebben merendeels alles met games en met Minecraft. Dus... waar zitten ze? Je ziet ook alleen maar dat ze met cirkelzagen kan op af te maken. Weet je, als één voel je je heel erg ongemakkelijk in. Die is bijna dat. Ja, sterk. Nee, kom op. Niet zo zielig, man. Kom op. Maar even zelf hier. Maar het geluid wat je net hoorde, dat is... het geluid wat je net hoorde is dus dat hij zichzelf heeft geheeld. Nou, het is natuurlijk kut om in te zeggen, om de laatste rang te zijn. Maar wat ik wel denk is dat deze mensen, net als op de website zelf is neergezet, dat je kan glitchen om een hoofdrang te worden. Ik heb die glitch ook zelf al geprobeerd, alleen ik vind hem heel moeilijk, want als marine ben ik heel slecht. Dus... ik kan misschien kijken of ik ook marine kan doen, want ik weet de glitch nu wel uit mijn hoofd, alleen hij is moeilijk. Dan heb hij wel echt alles. Ja, zoals je ziet, ik heb maar 1 kill. Dat is goed genoeg voor mij. Het maakt mij niks uit. Het enige wat me uitmaakt, is dat ik lekker op kan lopen. Oh, er zit hier eentje. Hallo! Ook geheeld net. Oh, wat gebeurde er? Wat was dat? Dat was vreemd. Oh jee. Nee. Gewoon maar plekken, Oh, ze moeten allemaal mee hebben. Sorry voor de vastlopen beeld, maar dat gebeurt als ik over de minuut heen ben van traps. Dan maak je nieuw filmpje aan. Even wat euro is, maar als je goed op YouTube searcht, dan vind je wel een filmpje met een gast die heeft alle programma's gekraakt, zoals Windows Movie Maker, de nieuwste en al. En ja, ik weet, Windows Movie Maker zit al op je computer. Maar ja, wil je nou ook op Minecraft of zo met ons meedoen? Het IP stop ik ook eventjes in de descriptie dadelijk. Als jullie je afvragen waarom wij deze filmpjes hebben, daar heb ik een goede reden voor. En die reden weet ik niet. Dus. Maar ja, dit was het filmpje. Ik ga dadelijk nog een filmpje maken, dus we hebben eigenlijk 2 filmpjes in 1 keer. Alleen, als ik het te lang doe, duurt het te lang met opnemen, dus dat is ook kut. Maar ja, ik zie jullie later. Onthoud, like, subscribe en abonneer. Yo! Ready for take off.